Hallo mensen van ProGames HD 2012. Daar zijn we weer met Minecraft. We gaan vandaag een paar dagen extra Minecraft spelen. Want voorlopig even geen video op voorraad hebben. Waarom? Even dit spel niet spelen. Nou, ik zit in een nieuwe span, want dit is de nieuwe map van de server zit erin. Dus zo gaat de span een beetje eruit zien. Ik moet even zeggen hoe jullie dit vinden. Vind je dit mooi of niet? En er staat alles. Zie je? Dit is gewoon heel mooi gemaakt. Dit is nog een vriend gemaakt. Maar het is niet. Het is een vriend van YouTube die is op een server geweest en die heeft mij samen geholpen om te bouwen. Die heeft dit bedacht, niet ik. Dan gaan we verder over de server heen vliegen. Dit is ook de creatief wereld. Dus hier kunnen we vliegen. Deze stuk, deze wereld. Maar misschien dat we dat gaan veranderen in survival, dat weten we nog niet. Nou, ik ga hier beginnen met bouwen van mijn huis. Dus ik begin gewoon helemaal vanaf het begin hier aan de punt. Begin gewoon te bouwen. En zet ik gewoon blokje van blokje neer. Nee, ik bedoel, hout van hout neer. Eigenlijk vind ik meer op een blokje lijken. Dus ik zet gewoon blokje van blokje neer. Hier kan ik het spoor nog een beetje zien. Zo, dan ga ik richting aan deze kant bouwen. Tot hier helemaal aan het einde doorlopen. Dus zo, dan ga ik deze kant op. Nou, ik val je een beetje eraf. Dat kan gebeuren. Oh nee, er zit hier iets tussen. Zo, een beetje die kant. Even kijken, dat is goed. Ver genoeg. Dan gaan we zo weer bouwen. We moeten wel die dingen hier weghalen. Of kan niet doorbouwen. Even kijken tot aan deze kant. Dat even gelijk is. Dan kunnen we het nog een keertje wel terug. Dat is nog leuker. Hier. Gewoon nog een keertje terug naar deze kant. Zo. Lijkt me wat leuk, maar ik kan aan de andere kant niet doen. Met nog ruimte voor. Nou, dan zet ik weer wat van die dingen neer. Eén laag. Is genoeg. Kijk ongeveer tot hoe ver we dat moeten doen. Dat doen we ongeveer rond deze kant. Tot zover. Maar verder hoeven we niet, hoeft maar één kant. Nee, juist wel, want hier moeten we straks ook wol op leggen. Dit gaat later toch wel weer weg, een stukje hiervan. Zo. Nou, gewoon heel mooi. Zo mooi we kunnen. Moet er zelfs meer hoor. Zo, dit moet ook weg. Het kan misschien een aardige lange video worden. Dat zou ik wel inschatten. Maar de wereld creëren. Je moet helemaal die wereld nog mooi maken. Dit is een nieuwe server van ProGames HD 2012. Niet een nieuwe server. Maar de nieuwe map die erin zit is wel van ProGames HD 2012. Dus ik ben van plan om wat mooier huis te bouwen. Zo. Dat hier een beetje mooi wordt. Ik weet niet verder hoe hoeven nou. Even kijken hoe ver ik het kan maken. Kijken of ik dat haal nu precies. Ik denk het wel. Tot zo. Nou, dat is weer een beetje iets te groot. Nou, zo is genoeg. Dan gaan we hier gewoon weer door naar buiten. Einde. Daar had ik eigenlijk al iets gemaakt. Maar het wordt een beetje verplaatst naar de andere kant. Laten we hier. Dan gaan we gewoon hier. Zo. Daar moeten we iets in water plaatsen. Want daar kom je niet verder. Zo, zo moet ik plaatsen. In het water. Het is wel leuk om Minecraft te spelen. Het is gewoon een heel leuk spel. Om dingen te maken vind ik het heel leuk. Zo, dit is een beetje goed. Zo gaan we weer verder. Hierdoor bouw een soort brugje heb je al gemaakt hier. Een soort van brug. Dit stuk moet even weghalen. Zo, misschien tot aan hier. Want we willen maar één klein stukje maken. Weg. Kijken of we tot aan die kant kunnen. En zo gaan bouwen naar deze kant. Ik maak even het spoor. Zo.
Oh ja, dan zo naar die kant, dat gaat ook wel goed. Dus dat hoeft ook niet meer aangepast te worden. En dan in stuk 1 richt de lijn door. Tot aan deze kant. En de rest doen we zo. Ja, dit is mooi. Ja, dit wil ik zo. En niet dit ding weggooien dan. Zo ga ik hier gewoon weer even lekker verder. Gewoon een leuk huisje bouwen. Het is een aardig grote huis, zou ik wel zeggen. Is zo'n huis waar ik al meer op, dat ik nog niet op andere, wat ik nog niet heb laten zien wat ik bouw. Ik dacht misschien is dat een keer wat anders dan een vierkant huis. Dan weet je, dit is dan de kamer. Daar moet ik ook zo meteen weer bijvullen. Dus deze video wordt aardig lam, heb ik al gezegd. Kip, ga weg jij. Zo, lekker dood. Zo, dan ga ik... Dit is heel groot, zie ik al. Nog niet die. Eerst nog dit nodig. Zo. Tot aan hier. En dan heb ik hier weer van die nodig. Hier moet ik overheen. Zo. Pak ik weer zo'n blok. Dan ga ik gewoon weer verder waar ik zo bleven ben. Nu moet ik kijken naar welke richting ik ga. Nu ga ik vanaf de andere punt bouwen dat ik goed uitkom met de andere kant. Zo, dus gewoon netjes bouwen tot ik bij de andere punt ben. En dan is de eerste rij klaar. Dan ga ik beginnen al met de vloer weg te halen. Dus met het gras. Ik ga later pas het andere doen. Dus ik doe alles langzaam en langzaam. Dus alles wat al een verdieping laag is, is al goed. Dan doe ik even slash timer die. Timer D. Doe ik. Zo. Is goed al. Ik ga kijken wat is al goed. En wat nog niet. Eens probleem is dat hier water is. Want dat is geen probleem. Maar dit halen we gewoon op ons gemakje weg. Als het goed staat, alles al goed. Ik ga eerst een ingevallen deur maken. Dat kunnen we ook nog niet maken. We gaan wel vast de grond weghalen, een stukje. Ik hoef niks weg. Ik hoef alleen maar bij te vullen, nou dacht ik. Of niet? Dit is de eerste laag. Nee, we moeten juist wel weghalen. Heb ik gezien. Ja, juist wel. Dat is wel een aardig stuk weg te halen. We gaan het gewoon weghalen. Zo. Gewoon lekker op ons gemakje doen. Ik kan ook mijn Word-Aid dit gebruiken. Maar ik vind het niet zo eerlijk. Voor creatief kunnen allemaal ook geen Word-Aid dit gebruiken. Dus ik doe het gewoon lekker met mijn handen in Minecraft. Veel leuker. En dat maakt Minecraft ook veel leuker naar. Dat je het zelf doet. In plaats van Word-Aid gebruiken. Zo, dit was het eerste stuk. Ik ga mensen tot de volgende keer. En dan gaan we verder met het gras weghalen. En de muur bouwen en het glas. Dan gaan we al beginnen. Tot de volgende keer. Doeg.